Jongeren moeten centraal staan in het nieuwe jeugdzorgstelsel. Dat betekent dat als ik jeugdzorg binnenkom stappen, ik een raar verleden heb en dat is vervelend voor mij, maar ik kom binnen en ik sta centraal en ik mag meebepalen over hoe het met me gaat. Dat moet eigenlijk ingebakken raken in het hele jeugdzorgstelsel en iedereen moet dat accepteren. Ik loop straks een keten door, moet iedereen vertellen wat mij is gebeurd en dat is in de toekomst verleden, daar moeten we vanaf. Ik sta centraal en mijn gezin staat centraal en de mensen om me heen. En dat is heel belangrijk, want anders werkt de visie niet. Maar als je zegt eigen kracht, dan moet je ze daar ook wel de ruimte voor geven. Dus een wethouder of de directie van een instelling moet erin investeren dat er een instellingsraad is. Daar kunnen ze zich verenigen en één geluid brengen op het beleid, zeg maar. Dat kun je ook op nationaal niveau doen. En we zien in de wet die er nu ligt dat er nog stukjes missen. Wij vinden het belangrijk dat er kwaliteitseisen in zitten. We vinden het belangrijk dat een recht op inspraak daarin staat. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling dat de mensen die verantwoordelijk zijn voor die instellingen en voor het beleid, dus de wethouders en de directie, dat zij jongeren in stelling gaan brengen en ook echt de kans geven om mee te praten of eigenlijk op de troon te zitten en daarmee verantwoordelijk te zijn voor de stelselverbetering, als je dat zo mag zeggen. Dat is dus niet alleen maar als excuus, we hebben de jongeren geraadpleegd. Nee, je zet ze echt in het midden en je maakt ze eigenlijk verantwoordelijk. Je zet ze op de troon, zodat zij kunnen bepalen wat er in jouw gemeente moet verbeteren. Want dat is een beetje de visie achter die decentralisatie. We willen dingen verbeteren en dat kan niet meer van het hoogste niveau. Dus je doet het zo laag mogelijk. Wat jongeren zelf moeten doen is eigenlijk een to-do-lijst maken voor al die wethouders. En dat kun je op het lagere niveau doen, maar zeker ook op het hogere niveau. En een van de voorbeelden is dus dat je als jongere op iets als een groot congres komt, of de Nationale Jeugdzorgdagen, 29, 30 november. En het is een goed voorbeeld om op zo'n moment dan als jongere uit jeugdzorginstellingen je eigen stem te laten horen. Want daar zitten uiteindelijk op dat soort congressen zitten gewoon de mensen die erover gaan, niet alleen uit je eigen gemeente. En ze kunnen dat samen weer gebruiken ter verbetering van het hele stelsel. En dat is uiteindelijk het idee.